Rio Brasswelling, de moeder van dit soort zaken, waarvan ik als leek helemaal begrijp wat de bedoeling is. Maar u heeft ze gemaakt, dus u weet precies wat hierachter zit. Ja, als ik het nog weet, dan zal ik het u vertellen. Deze rollen, ja. Die zijn ontstaan uit de gedachte van vroeger. De gegoede dames die moesten heel mooi leren handwerken. En dan moesten ze lange lappen maken waar alle steken heel netjes op stonden. En die lappen werden opgerold en dat heette pronkrollen. Deze rollen pronken met hun buitenkant. Oké, maar ik zie nog meer iets onduidelijks. Dat men heeft gezegd dat is een ei. Ja. En ik ben heel eigenwijs, dat had ik het er net op gelezen. Wat is daar de bedoeling van? Er werd een wedstrijd uitgeschreven met het thema lente. En een ei is voor mij lente. Absoluut. Nieuw begin. En toen dacht ik, ja, en een ei is maar een ei. Dus er moet iets extra bij. Ik hou van een grapje in mijn werk. Dat is gelukt hoor, deze keer. Ja, hè? dit ei was eigenwijs, heeft zich bezeerd en zit nu in het verband. Oké. Dat is het. Oké, maar u heeft nog meer dingen daar staan. Ja. Doeken, het lijken behangrollen, maar dat zullen ze niet zijn. We lopen er even naartoe. Dit is ook weer een vraagteken. Maak er eens een uitroepteken van. Oké, dit zijn verschillende soorten lappen. Allemaal katoen, maar op verschillende manieren bewerkt. Meestal door de natuur. Daar hou ik wel van. Dat doen anderen het werk voor mij. Ik heb er een cirkel van mensen opgezet. Heel subtiel. Het betekent dat alle mensen van de hele wereld, ongeacht of je bruin, wit, groen of geel bent en of je wel of niet helemaal nog heel bent, je zult moeten samenwerken om de wereld een beetje beleefbaar te houden. Dat is wat dit doek betekent. Pieter Bodaan, ik heb met verbazing gekeken hoe u tot deze combinatie kwam en wat er onderling verband is. En dat weet u gegarandeerd. Waarom maakt u dit? Waarom maak je dit? Ja, omdat ik het leuk vind om dingen mooier te maken. Maar dit zijn, er zit een bepaalde gedachtegang achter. Ik zie geen voetballers. Nee. Zo'n type ben ik niet. Ik hou van oude films, van oude filmsterren. En ik heb bepaalde muziekvoorkeuren. En dat heb ik geprobeerd in mijn tekeningen weer te geven. Dit is allemaal tekenwerk, hè? Dat is allemaal tekenwerk. Allemaal potloodtekeningen, ja. Knap, het zijn gewoon foto's voor mij. Het is ook fotorealisme, ja, zo heet dat, ja. En hoe lang doet u dit? Ik ben begonnen eind vorige eeuw. 94, 95, 96. Er zit een bepaalde ontwikkeling in. Wat wordt uw toekomst ontwikkeling? Of zegt u, dit vind ik het mooiste, hier blijf ik mee doorgaan? Ik ben gestopt met tekenen. Serieus? Ja, want toen ik het niet meer beter kon, was de uitdaging eraf. Ja, dat klopt. En toen ben ik weer andere dingen gaan doen. Oké. Komen we volgend jaar weer bij u? Want u staat volgend jaar hier natuurlijk weer. Dat weet ik nog niet. Ik leef bij de dag, dus... Oké, dat is nog 365 dagen, dus dat moet uitdaging zijn. Precies, inderdaad. Ja. Nou, in ieder geval dank voor de uitleg. Graag gedaan. Monique Chéniaud, dank dat je even tijd hebt gevonden om voor Omroep Drimmelen even te vertellen waar de inspiratie vandaan is gekomen om dit soort schitterende dingen te maken. Nou ja, de grootste inspiratie voor mij is muziek. Dat is wel duidelijk. Ik schilder op LP's. Okay. Voornamelijk portretten van popsterren. En ja. Is dat als een hobby begonnen of is het nog steeds een hobby gebleven? Het is als hobby begonnen, maar het begint nu uit te groeien tot iets meer. Je kunt ook je boterham mee verdienen, bij wijze van spreken. Niet precies, maar dat is wel de insteek. Nou zijn de LP's die zijn een beetje uit de mode, komen gedeeltelijk weer terug. Is dat een probleem?
Nee, ik denk het niet. Ik denk juist de LP's zijn heel hot. Want ze zijn allemaal weer hot aan het worden, hè? Ja, ze zijn allemaal weer hot aan het worden. Iedereen wil weer LP's draaien en zo. Maar wie geeft er dan opdracht om zo'n ding te maken? Of doe je dat uit jezelf? Voornamelijk uit mezelf, ja, maar ook wel in opdracht. Dus als mensen een idee hebben van, oh, ik vind het leuk om dat cadeau te geven aan iemand of zo. En dat wil ik op LP geschilderd, kan ook. Schitterend, schitterend. Ja. En muziekstijl maakt niet uit, iedere muziek is goed. Ja, ja. Muziekstijl, mijn muzieksmaak is heel breed. Ja, ja, dat blijkt ook wel, want ik zie uiteenlopende mensen die je op die manier hebt vereeuwigd. Kun je daarmee door blijven gaan? Of zeg je dat? Of op een gegeven moment heb ik het ook wel gezien? Nou ja, er zijn nog genoeg popsterren die je kan schilderen. En ik ben ook andere dingen ga ik ook nog op LP schilderen. Dus het blijft werk. Ik heb genoeg inspiratie wat dat betreft. Dus. Okay. Nou, volgend jaar weer, komen we volgend jaar weer kijken. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Dankjewel. Berry Vermeulen, ik wil niet zeggen dat het het klapstuk van de veiling is, maar het is toch wel het gedeelte wat het meest opvalt van curiositeiten. Want hoe kom je erbij om dit soort dingen te maken? Het ziet er schitterend uit, maar dat moet je toch ergens in je hoofd hebben gedacht? Ja, ik ben eigenlijk gewoon zomaar begonnen. Ik had vroeger gezegd, maar bij de Zuideco, daar hadden ze een wasbord en die was kapot. Ik denk, daar zal ik eens eentje maken. Dus dat was al het idee. Ik denk, dan maak ik ook een accordeonje bij. En zo is het, wordt het steeds meer. Heb je een heel bandje? Ik had een hele band, ja, die heb ik nog. Ik heb een hele complete band. Allemaal met accordeonen, met een basgitaar en een saxofoon en noem maar op. En nou heb ik weer een ridder gemaakt. En nou weet ik weer van alles. Ik heb nu weer ook met een olifant. Ik zag het net, een schitterende olifant. En dat is ook nog een barok. Ja. Dat weet ik niet. Ja, dat meen ik wel. Ja? Hij kan open. Dan heb je ook een plateautje waar je glaasje op kan zetten. Wat het dan ook is. Wat het dan ook is. En ik heb een oude coolbox erin. Helemaal vastgepurt. En doe je uitsklontjes in en dan zet je je flesje wijn in. Witte, geen rode, want die moet doorop blijven. En dan kan je daar op je gemak gaan zitten. Dit zijn eigenlijk gebruiksvoorwerpen. Zijn er ook mensen die zeggen van, ik wil dat in mijn kamer hebben? Ja, dat hoop ik wel. Nou kijk, ik sowieso zet je niet makkelijk in de kamer. Maar als je toevallig een overkapping heeft, waar die gewoon staat, dan kan dat. Ja. Dat kan. Want, kun je van leven? Ik ben gepensioneerd. Nee, toch nog niet zo oud? Ik ben van 15-12-1953. Ik word 15 december van dit jaar 70. Ja, dan begin je al aardig mee te tellen, hè? Ja, dat bedoel ik. Dus dan maak ik gewoon maar mijn rozen. Dat die grote beelden niet meer. Maar dat maakt ook niet uit, want ik ontdek alles door recyclen. En de ene keer heb ik wel spullen zeg maar, die ik uit de container haal. Maar dan gebeurt ook wel eens dat er iets in ligt waar ik eigenlijk niks aan heb. Maar dus dit vereist toch wel een wat vakmanschap? Dat leer je niet zomaar even dit aan elkaar lassen. Is er een voorgeschiedenis? Nee, ik ben in 1973 in dienst gegaan, heb ik mijn rijwijze gehaald. En ik heb heel mijn leven op de vrachtwagen gereden. Tot mijn 66e jaar toe. Maar dan kan je het toch niet leren lassen? Je moet gewoon proberen. Het is toch? Maar ik denk dat dit het resultaat is dan ook wel eens een paar keer dat het fout ging. Ja, natuurlijk. Maar die laat ik hier niet zien natuurlijk. Die gooi ik dan weer terug in een ijzerbak. En dan haal ik dan weer iets anders uit. Of ik maak er iets anders van. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Ja, dat is dan natuurlijk zo. Het is werkelijk, het is knap. En ik vind vooral de fantasie die erachter zit, vind ik zo knap. Wij gaan verder. Hartstikke bedankt. Ja, heel leuk om al die dingen te zien. En ik denk nogmaals, een heleboel mensen gaan het erg leuk vinden. Dat vind ik. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je een opname maakt. Oké, dankjewel. Oké. Tot ziens. Ja, tot ziens. Jo. Nelly Bekkers, wij hebben rondgelopen en we hebben enorm genoten van alles wat we hebben gezien. Nogmaals mijn complimenten hoe je dat allemaal bij elkaar hebt gekregen. We zijn klaar, maar ik zou nog even een laatste wijze opmerking van jou willen horen. Nou, die wijze opmerking is het. Ik wil jullie op de eerste plaats heel hartelijk bedanken dat Omroep Drimmelen weer hier aanwezig is. En genoten heeft van onze prachtige expositie. Absoluut. Wij zijn daar trots op. Wij als bestuur zijn trots op onze deelnemers. En we hopen dat in de toekomst dat we dit voort kunnen zetten. We hebben natuurlijk hier, zoals jullie hebben kunnen zien, een hele mooie expositie gehad voor jonge kinderen. En we hopen dat die ook snel groot worden en dat ze mee blijven doen met onze exposities. Laten we hopen dat die er volgend jaar bij zijn. Zeker weten. Ik heb net al van iemand gehoord dat die volgend jaar ook meedoet. Nou, dan zijn er des te meer reden hebben we om te komen. We hebben al tegen iedereen gezegd dat we terugkomen. Dan zeg ik tegen jou natuurlijk ook, wij zijn er volgend jaar weer. En u heel hartelijk dank.